Hey, Anthony hier met een nieuwe video en vandaag laat ik 5 goede lichaamsgewichtoefeningen zien die je perfect in een parkje kan uitvoeren. Deze sport heet calisthenics en calisthenics heeft ook andere namen zoals street workout en bar workout. En dit werd ongeveer 3-4 jaar geleden heel erg populair. Ik begon er ook 3 jaar geleden aan en toen was ik heel erg zwaar en toen was het een leuke uitdaging, want het was weer eens wat anders dan in de sportschool alleen maar gewichten verplaatsen. Er zijn ook heel veel vette trucs die je uiteindelijk met calisthenics kan doen. En ik werd vooral geïnspireerd door 2 atleten. En dat was Adam Rall en Frank Medrano. Want Frank Medrano kon gewoon de allervetste trucjes. En Adam Rall was heel zwaar. Die woog iets van 100 kilo. En dan deed hij ook nog pull-ups en dips. Met veel extra gewicht. Wat mij ook motiveerde. En ik laat vandaag dus 5 beginnende basic oefeningen zien. Die heel erg belangrijk zijn. Als je dus die vette tricks wil leren. En als jij natuurlijk altijd die thuistrainingen doet, dan heb je ook weer eens een keer wat anders. Het is nu wel wat kouder, maar nog steeds is het echt een fijne afwisseling tussen al die thuistrainingen of dumbbellwerk. En ook voor de mensen die naar de sportschool gaan, misschien wil je ook 1 keer per week even een calisthenics workout toevoegen. Het is ook gewoon perfect als je gaat hardlopen en je wilt niet alleen maar joggen en het saai 30 minuutjes. En je hebt bijvoorbeeld dan even na 10 minuten jog, even 10 minuten calisthenics en dan ga je weer naar huis joggen bijvoorbeeld. Zo, heb ik genoeg uitleg verteld over calisthenics en wanneer je het kan toepassen? Gaan we beginnen bij de eerste oefening en dat doen we in het parkje natuurlijk. Een van de beste en belangrijkste oefeningen als je calisthenics doet zijn dips. En dat is ook het bovenste gedeelte van een muscle-up waar ik het later ook nog even over ga hebben. En deze oefening is voor de onderkant van je borst, heel veel voor je tricep en ook voor je schouders. Ik zou adviseren om je benen gestrekt te houden, zodat je niet van die hele gekke schopjes doet. En dan kan je ook heel erg gaan schommelen en dat kan gevaarlijk zijn voor je schouder. Maar wat ook gevaarlijk is voor je schouder is dit. Heel snel zakken. En je wil gecontroleerd naar beneden en ook weer gecontroleerd omhoog, zodat je niet een schouderblessure kan krijgen. En hier zie je dat ik even spanning hou op mijn armen, zodat je meer borst aanspant en minder tricep. De oefening nummer 2, deze kent eigenlijk iedereen wel, en dat is optrekken. De eerste 2 herhalingen laat ik even zien dat ik helemaal gestrekt ben en helemaal omhoog kom. En dat is natuurlijk de hele beweging. Maar een klein beetje spanning erop houden is voor de meesten beter, omdat je vaak gaat schommelen als je helemaal uitstrekt. En je hebt dus geen spanning meer op de spier. Ik laat ook even 3 verschillende grepen zien. De eerste was de overhandse grip, dat noemen we gewoon de pull-up. Deze noemen we vaak de chin-up, dus de handen onderhands. En de neutrale grip, deze laat ik ook zien. En hierop ben je vaak het sterkst samen met de chin-up greep. Dus als je net begint, zou ik die grepen adviseren. En natuurlijk push-ups, oftewel opdrukken. En hier doe ik mijn voeten op een verhoging. Dan spreek je wat meer de bovenkant van je borst aan. En dit is natuurlijk veel beter, want je hebt al chest dips die de onderkant van je borst aanspreken. En dan doe je dus deze push-ups voor de bovenkant. Dan heb je eigenlijk het complete plaatje, want het middengedeelte pak je altijd. En ik liet even zien dat je niet bang moet zijn voor vieze handen. En anders zou ik een handdoek meenemen of handschoentjes, want het is ook gewoon koud buiten nu. En dan zijn die stangen ook heel erg koud en ja, je grip gaat echt lastig worden. Had ik ook gemerkt bij mijn laatste oefening. De inverted rows, een van de belangrijkste ook, want deze geeft een betere houding. Ik liet even zien dat je niet hele korte bewegingen moet maken. En als je het niet aan kan, kan je een beetje je heupen gebruiken om omhoog te komen. Hier zie je hoe ver ik mijn benen moet zetten. En zo zie je dat ik een hele mooie rechte lijn ben. En dus ik span ook mijn billen aan om zo'n mooie houding te krijgen. En ik probeer mijn borst naar de stang te brengen. Deze spreekt de nekspieren aan, de brede rugspier en ook je biceps. En wie wil er nou niet grote biceps? De laatste oefening van vandaag. En hier laat ik 4 verschillende buikspieroefeningen zien. De eerste die je ziet zijn feet to the bar. Oftewel gewoon je voeten naar de stang brengen boven je. En 3 keer laat ik deze zien. Dit is de knee to elbow. Dus ik breng mijn knie naar mijn elleboog. En deze is al wat makkelijker dan de eerste die ik liet zien. En hierna komt de hanging leg raises. Gestrekte benen en ongeveer tot 90 graden je benen omhoog heffen en weer strekken. En de makkelijkste, de knee raises. Ook een erg goede oefening voor de onderste buikspieren. Wanneer jij kracht hebt opgebouwd met de basisoefeningen, kan je uiteindelijk overstappen naar wat meer gevorderde oefeningen zoals de muscle-up. Een super toffe beweging waar je een hele explosieve pull-up maakt en eindigt in een dip bovenin. Dat was de video. Wil jij calisthenics gaan doen, heb ik nog 2 tips voor je. 1. Zoek een maatje, want dat maakt het leuker en dat motiveert voor beide. En 2. Zoek een parkje dat lekker dichtbij is of die gewoon uitgebreid genoeg is.
Die twee tips zou ik zeker gebruiken. Vond je deze video leuk? Kan je het een blauw duimpje geven? Wil je meer over calisthenics, zoals bijvoorbeeld een muscle-up tutorial? Laat het weten in de comments hieronder. En ik hoop jullie gauw terug te zien in mijn volgende video.